verklaren met betrekking van het profiel en kan, indien nodig, door de commissaris van de Koning vragen gesteld worden aan de Raad. We openen met het feit dat de heer Meijer namens de fracties het woord zal voeren. Mag ik hem uitnodigen achter het spreekstoel te plaats te nemen? En de heer Meijer spreekt in de hoedanigheid van tweede waarnemend voorzitter van de Raad. En hij heeft het proces tot op dit moment geleid en begeleid. Meneer Meijer, aan u is het woord. Voorzitter, ik wil het naar me toe halen, want niet van. Dank u wel. Ook namens mij van harte welkom, commissaris en uw kabinetchef. Ik had gedacht, ik doe het vaak uit mijn hoofd, maar mijn collega zei dat doe dat nog niet, want dan ga je dingen vergeten. Het is wel uniek dat ik hier sta en dat ik namens alle fractievoorzitters spreek. Ik denk dat ik dat wel even mag zeggen. Ik wil dan ook alle fractievoorzitters danken. En met name de Griffie voor het vele werk wat we in een korte tijd hebben verzet. Dat ik hier mag staan komt door een van de fractievoorzitters, die noemde mij, hij is de koning van de nuance. En daar ben ik het natuurlijk volledig mee eens. Voorzitter, de fractievoorzitters van de Haarlemmeerse Raad hebben mij gevraagd om namens hen, wat ik al zei, het woord te voeren over het door ons als fractievoorzitters doorlopen proces om te komen tot deze profielschets. Wat een mooi woord is voor een vacaturetekst voor burgemeester van Haarlemmermeer. De mooiste en meest dynamische gemeente van Nederland. En daar moet je wel wat voor in je mars hebben. Zoals eerder Theo Weterings en nu Onno Hoes meemaken en dagelijks proberen waar te maken. Ik vind het dan ook passend om daar nu op dit moment namens de Raad onze oprechte waardering voor uit te spreken. Want, voorzitter, we hebben sinds de fusie van 1 januari van dit jaar een nieuwe gemeente. En daardoor moeten we nu de wettelijke procedure voor de vacature van de stevige kroonbenoemde burgemeester doorlopen. Daarbij loopt dat sollicitatieproces via u, commissaris. Maar maakt de gemeenteraad uiteraard de definitieve keuzes. Nadat we in december nog door uw voorganger, de heer Remkes, werden geconsulteerd over door hem te benoemen waarnemer voor Haarlemmermeer, is de Raad nu eindelijk zelf aan de beurt. Daarom hebben wij op 23 januari op uw uitnodiging overlegd over het proces om die kroonbenoemde burgemeester te kunnen voordragen, wie dat ook mogen zijn. Want zo werkt het. Wij stellen als Raad de profielschets op, waarna u als commissaris de vacature uitschrijft en ons dan adviseert over de binnengekomen reacties. Daarna worden de selectiegesprekken met de geselecteerde kandidaten door onze vertrouwenscommissie gevoerd. Tot slot draagt de Raad na een besloten raadsvergadering de meest geschikte kandidaat voor. In ons gesprek met u op 23 januari bleek dat het uw wens was om de procedure nog voor de zomervakantie af te ronden. Daardoor moesten wij behoorlijk schakelen met elkaar. Maar zoals het er nu naar uitziet, gaat dat precies lukken. Op woensdagavond 10 juli hopen wij de kroonbenoemde burgemeester in deze raadzaal te kunnen installeren. Zodoende bleef er een korte termijn over voor dit hele traject, wat wij zeer zorgvuldig hebben vormgegeven. Daarom hebben wij niet alleen onze eigen Griffie, maar ook een professionele consultant laten ondersteunen om zo alles inhoudelijk en in goede banen te kunnen leiden. Ook hebben wij de inwoners van Haarlemmermeer om input gevraagd. En tot slot hebben wij ook de collegeleden, inclusief de gemeentesecretaris, nog kunnen vragen om input te leveren. En deze uiteraard ook gekregen. Kort wil ik even ingaan op de inwonersconsultatie. Gezien onze raadsbreed aangenomen motie hebben wij in deze korte periode toch nog kans gezien op een verantwoorde manier de inwoners van Haarlemmermeer te vragen om digitaal input te leveren voor het profiel. Oftewel de burgemeesters vacaturetekst. Dat deden we door een enquête op de gemeentesite, gecommuniceerd via ons sociaal media. De resultaten van deze enquête maken onderdeel uit van de profielschets.
Ook hebben wij natuurlijk, zoals eerder gezegd, de collegeleden met de gemeentesecretaris, die een ander zicht hebben op de burgemeester, gevraagd om commentaar te leveren. Zoals wij het profiel ook juist vanuit dat gezichtspunt kunnen invullen. Een paar belangrijke punten van onze gemeente die ik graag wil noemen. Dynamische gemeente, prominent, onderdeel van de MRA, economische motor van Nederland met Schiphol. We liggen na de fusie nu ook nog eens daarbovenop aan het Noordzeekanaal. Kortom, er is bijna geen ministerie waar de gemeente niet op de tekentafel ligt. Maar daarnaast ook een gemeente met 31 dorpen en kernen, waarvan de eigenheid en aandacht daarvoor simpelweg belangrijk is. Zeker nog, heel belangrijk. De bestuurscultuur is daarmee dus ook gewoon dynamisch. Dat betekent dat er sprake is van ja, het kan mentaliteit, die echter wel open en transparant moet zijn. Een paar belangrijke punten van de profielschets die ik graag wil noemen. We zoeken in de gesprekken met de sollicitanten naar de beste burgemeester voor Haarlemmermeer. Dat kan ik niet genoeg benadrukken. Daarom hebben we serieus werk gemaakt van de bewonersconsultatie van dit profiel en ondanks de tijdsdruk van deze procedure. Want we willen de beste burgemeester voor deze mooie, grote en drukke gemeente. Openbare orde en veiligheid zijn in Haarlemmermeer van groter belang dan in sommige andere gemeenten. Dat komt uiteraard door Schiphol. Als voorzitter van het college moet de burgemeester leiding geven aan een nieuw team, waar hij natuurlijk zelf ook lid van wordt. Als voorzitter van de raad moet de burgemeester zich onafhankelijk opstellen, ons raadsplein op de goede manier leiden en zich bewust zijn van de politiek-bestuurlijke gevoeligheden. Daarom zeggen we ook in dit profiel dat we de rolduidelijkheid van raad en college verder willen versterken, waarbij wij als raad steeds beter in positie komen als hoogste orgaan. Tot slot, voorzitter, ga ik nog even in op de samenstelling van de vertrouwenscommissie. De raad van Haarlemmermeer heeft als goede gewoonte om de vertrouwenscommissie uit hooguit 5 personen te laten bestaan. Ook dit keer ligt namens de fractievoorzitters dat voorstel bij de raad. De fractievoorzitters hechten grote waarde aan het onderlinge vertrouwen en draagvlak dat hieruit blijkt, waarmee de voorgestelde vertrouwenscommissie aan het werk kan om echte gesprekken te voeren met de sollicitanten. Het past in onze bestuurscultuur, die open en transparant is, gebaseerd op vertrouwen. Daarnaast is het met 5 mensen net een stuk makkelijker om een gesprek te voeren dan met 11 fractievoorzitters. We hebben er niet voor gekozen om met de adviseur vanuit het college te werken bij deze gesprekken. Wij gaan ervan uit dat u als commissaris ons adviseert bij de eerste selectie van kandidaten. Samen met deze input die geleverd is door de collegeleden en het in onze ogen glasheldere profiel, denken wij daarmee beslagen ten eis te komen om de beste burgemeester voor Haarlemmermeer te kunnen voordragen. Ik dank u wel. Dank u wel, meneer Meijer, voor uw woorden. Dan geef ik het woord graag aan de commissaris, de heer Van Dijk. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Toch wel met enige weemoed druk ik het knopje in. Ik denk dat het zo'n 6 jaar geleden is dat ik mijn stem via deze microfoon in deze zaal heb laten klinken, maar dat was in een andere hoedanigheid. Maar dat maakt het niet minder omdat ik hier met heel veel plezier zit en dat ik in eerste instantie de nieuwe gemeente Haarlemmermeer toch wil complimenteren met het proces van fusie wat u de afgelopen tijd heeft doorgemaakt. En ik denk ook naar volle tevredenheid, want en ook denk als voorbeeld zou kunnen dienen hoe het in Nederland ook kan als het gaat om gemeentelijke fusies. Vandaag natuurlijk een heel ander proces, het ophalen van het profiel voor de nieuwe burgemeester. En dat is belangrijk. Belangrijk omdat in mijn korte ervaring kan ik u zeggen dat ik dit al een paar keer heb mogen doen bij gemeenten. Want u maakt niet alleen een profielschets, het is ook een beetje de basis voor het klankbordgesprek wat u in de toekomst zult hebben met de burgemeester. Maar ook voor mij zal deze profielschets dienen als het document waarlangs ik ook burgemeesters evalueer. Dat doen we op 1, 3 en 5 jaar in hun proces. En dan is het belangrijk dat je zowel als gemeenteraad, maar ook als commissaris vanuit mijn rol naar dezelfde zaken en dingen kijkt. Aan de andere kant is het ook een heel mooi moment om je gemeente neer te zetten. En de heer Meijer refereerde daar al aan over hoe hij en hoe u naar uw eigen gemeente kijkt. En u geeft ook een visitekaartje af en ook duidelijk een signaal richting de sollicitanten wat u van hen verwacht. Ik heb daar wel een paar vragen over straks. Ik zal eerst nog even met u een beetje stilstaan bij het proces. De heer Meijer heeft er al een aantal zaken
van benoemd. Het belangrijkste, en dat is denk ik nadat u vanavond de vertrouwenscommissie heeft ingesteld, geldt de geheimhouding. Het kan niet vaak genoeg benadrukt worden hoe belangrijk dat is. Onlangs heeft u dat ook nog in de pers kunnen waarnemen, wat dat voor consequenties kan hebben voor kandidaten als zaken uitlekken, maar vooral voor kandidaten die niet uiteindelijk op uw voorkeurslijstje komen, als ongewild of door welke oorzaak dan ook, of een microfoon die wellicht niet uitstaat, althans de openbare speaker. Dat kan consequenties hebben. Dat zullen wij ook nauwlettend volgen, dat zult u begrijpen, omdat dat ook voor de kandidaten die gaan solliciteren een basisgegeven zal moeten zijn. Dat betekent ook in de huidige periode, dat als u kijkt naar social media, dat wij ook zwaar adviseren om niet te gaan googlen op kandidaten en dat soort zaken meer. Omdat op een gegeven moment na vanavond iedereen weet wie uw vertrouwenscommissie is. En tegenwoordig is het met de ICT en alle mogelijkheden niet zo moeilijk meer om te achterhalen welke namen regelmatig voorkomen. Dus wat ons betreft een advies van volledige vertrouwelijkheid. De screening, uiteindelijk komt u met een dubbele voordracht en zal in ieder geval de nummer 1 die uit uw lijst komt en door uw raad wordt voorgesteld, ook door de minister uiteindelijk worden gescreend. Dat betekent een screening door de AIVD. Met alles wat erop zit, een fiscaal onderzoek, maar ook wij zullen dat doen. En de heer Meijer refereert daar al een beetje aan. Dat betekent al straks, als u de profielschets heeft vastgesteld, hij wordt gepubliceerd, dan kunnen de kandidaten solliciteren en zullen ze zich melden. Inderdaad bij mij. Eerste gesprek zullen wij met de kandidaten die wij in ieder geval niet kennen ook voeren. Maar ook wij zullen de justitiële documentatieregisters raadplegen, bewijs van Nederlanderschap en allerlei andere zaken nakijken alvorens wij met de kandidaat aan de slag gaan. Vervolgens komt u bij ons, bij mij, de selectie ophalen, zoals dat heet. En dat betekent, meneer Meijer, dat we dat in gezamenlijkheid zullen doen. En dat betekent dat we met elkaar de kandidaten die ik benoembaar acht, hè, want dat is denk ik heel erg belangrijk, met u zal delen. Zodat u inderdaad in de eerste helft van mei daarna uw werkzaamheden kunt gaan aanvangen als vertrouwenscommissie. En helemaal terecht, we hebben er denk ik echt de wind onder, want dat zou dus betekenen dat op 10 juli inderdaad in deze raadzaal, als het goed is, de nieuwe burgemeester beëdigd kan worden. Ik hoop dat dat een heel mooi proces zal zijn. De woonsituatie, in uw profielschets bent u daar helder over. U wilt het liefst dat de burgemeester direct eigenlijk in deze gemeente komt wonen. Maar u geeft ook aan dat het mogelijk is, indien u daar een besluit toeneemt. En dan moet u daar ook toe besluiten om daar hoogstens voor 1 jaar verlenging van te verlenen van dat woonplaatsvereiste. Het is ook goed dat de kandidaten dat weten. Mocht u een assessment houden, maar dat zijn ook de zaken die met de vertrouwenscommissie besproken zijn, dat verloopt dat altijd via de kabinetchef, de heer Dalenoord, die rechts naast mij zit. Kortom, ik denk dat er een proces met u is afgesproken, wat van alle partijen in ieder geval zorgvuldigheid, vertrouwen, maar ook snelheid vereist, willen we dit zeg maar voor de zomer met elkaar kunnen afronden. Dan kom ik even op uw profielschets. Complimenten. Ik denk dat het is heel fijn en heel goed om te zien dat u ook uw inwoners heeft betrokken bij deze profielschets. Dat gebeurt natuurlijk vaker, maar je moet het natuurlijk wel organiseren. En ik denk dat het ook belangrijk is, maar dat heeft u ook al aangegeven in het gesprek wat wij eerder hadden. Dat het goed is dat u in ieder geval uw bewoners betrekt bij de keuze van een nieuwe burgemeester. Ik ga eigenlijk verder op pagina 8 als u dat goed vindt. En dan richt ik me vooral op de rollen van de burgemeester. En daar wil ik een paar, meneer de voorzitter, als u mij toestaat, in eerste termijn een paar verduidelijkende vragen stellen. U zendt het uit. Het transcript wordt ook uitgeschreven. En deze vergadering is belangrijk voor toekomstige kandidaten om los van uw profielschets ook te luisteren naar wat hier wordt uitgesproken. En die twee opgeteld vormen eigenlijk het plaatje wat u precies van de burgemeester verwacht. U bent eigenlijk een nieuwe gemeente, aan de andere kant ook een gemeente met een lange historie. En uit uw inwonersconsultatie komt eigenlijk heel duidelijk naar voren dat de burgemeester er voor alle inwoners moet zijn. Dus ook voor alle dorpskernen. Ik ben wel benieuwd op welke wijze u als raad dicht bij uw inwoners staat. Dat is belangrijk, denk ik, om te weten voor een toekomstig kandidaat hoe je daarmee omgaat. Maar vooral wat u daar van de burgemeester van verwacht. Dat is een vraag ten aanzien van het boegbeeld dat u wilt dat de burgemeester is. Een ander vraagpunt is, als u kijkt naar het grootstedelijke krachtenveld en de internationale belangen,
heeft u het over dat u bijzondere kwaliteiten vraagt aan de toekomstige burgemeester. En kunt u toelichten waar u aan denkt, aan wat voor soort bijzondere kwaliteiten? Het profiel stelt ook terecht dat Haarlem meer een dynamische en ambitieuze gemeente is. En wat betekent dit eigenlijk voor een burgemeester? En op welke wijze geeft u de nieuwe burgemeester, de aan te stellen burgemeester, tijd en ruimte om zeg maar zijn werk op te bouwen en te onderhouden? Eigenlijk zit in die vraag verscholen van gaat u uit van iemand die veel ervaring heeft of snel ervaring kunt opbouwen? En dat staat ook een beetje bij het herkenbare boegbeeld zijn van de gemeente. Bedoelt u daarmee te zeggen dat het een regionaal of landelijk bekende persoonlijkheid moet zijn of is het iemand die dat snel voor elkaar moet krijgen? Het zou fijn zijn als u daar antwoord op zou kunnen geven. Onder het kopje voorzitter van de raad, daar schrijft u eigenlijk de positie van de raad is in de afgelopen periode versterkt. Dan bedoelt u ongetwijfeld de periode van voor de fusie. Althans, daar ben ik van uitgegaan, omdat de nieuwe gemeente slechts enkele maanden bestaat. Dus ik ga ervan uit dat in de periode voor dat er dus sprake was van twee afzonderlijke gemeenten. Zou u kunnen toelichten wat u daar nou precies mee bedoelt en of u daar in die rol van die nieuwe burgemeester ook nog iets van verwacht? Of dat u zegt, nee, we hebben dit gemeld als een afgerond proces, maar na dat proces hebben wij wel een verandering ondergaan waar die burgemeester op een of andere manier in moet kunnen passen. De heer Meijer gaf het al even aan, uw bestuurscultuur is er eentje van ja, het kan. Maar de schaduwkant heeft u daar ook van benoemd dat bestuurders een individuele koers zouden kunnen gaan varen. En u vindt het daarbij belangrijk dat het college als team optrekt, wat ik heel goed kan begrijpen. Ook de raad tijdig betrekt en informeert. Ik denk dat dat heel verstandig is. Maar ik zie echter niet zo terug of u hierbij ook een specifieke rol voor die burgemeester verwacht als voorzitter van het college. Dus mijn vraag is eigenlijk, verwacht u dat de burgemeester daar een heel actieve rol op speelt? En zo ja, waar bestaat hij dan eigenlijk uit? En op welke wijze faciliteert hij of ondersteunt hij de raad, u eigenlijk, de burgemeester daarin? Want het verlangt natuurlijk wel wat van die burgemeester, dat hij op een of andere manier ook zeg maar het gezag heeft om te voorkomen dat gebeurt wat u daar heeft voorspeld dat zou kunnen gebeuren. Dan een vraagje over het veiligheidsdomein. Ook de heer Meijer heeft er over gezegd, met name in relatie tot Schiphol. En u vraagt ook expliciet ervaring in het veiligheidsdomein. Mijn vraag is, betekent dat nou dat u vraagt dat die kandidaat die u voor ogen heeft al in het verleden heeft laten zien in crisissituaties over de juiste eigenschappen te beschikken? Of praten we over iemand die op andere wijze dergelijke veiligheidstaken of crisistaken zich eigen heeft gemaakt? Kortom, praten we hier over iemand die er veel ervaring mee heeft of verwacht u van degene die uw kandidaat zou kunnen zijn dat hij dus zichzelf dat snel eigen moet maken. Een belangrijk punt, en dat heeft u ook genoemd, is integriteit. Niet alleen, natuurlijk, ik denk dat iedereen zal realiseren hoe belangrijk integriteit is. En natuurlijk heeft de burgemeester daar ook een belangrijke rol in. Wat mij wel opvalt is dat u dat heel erg op de rol van de burgemeester richt. Terwijl natuurlijk ook in het samenspel tussen burgemeester, raad en de organisatie een belangrijke rol is. Maar ook omdat de burgemeester een eigenstandige verantwoordelijkheid, wettelijke verantwoordelijkheid heeft op veiligheid. Wat ik niet heb gelezen, en dan zou ik graag van u willen vragen hoe u daar als raad naar kijkt en hoe u daar de burgemeester in denkt te ondersteunen, is als hij die zelfstandige en wettelijke rol pakt, dan zal hij niet altijd uw raad vanuit het gezag van de raad informeren, maar kan die burgemeester alleen die rol vervullen, wel met steun van de raad. Dan moet u denken aan openbare orde en veiligheid, zaken waar de burgemeester soms beslissingen of besluiten moet nemen die hij niet met u kan delen, maar waar het wel heel fijn is als de raad de burgemeester daarin gaat ondersteunen. Ik heb het niet gelezen, het zou goed zijn als u daar wat over zou kunnen zeggen. Ik ga langzaam afsluiten en dat is dan de verbindende schakel tussen raad, college en ambtelijke organisatie. De heer Meijer heeft al aangegeven dat u ervoor gekozen heeft om in de vertrouwenscommissie niet, voor zover ik ben geïnformeerd, te gaan besluiten de gemeentesecretaris of een van de wethouders als adviseur op te nemen. Aan de andere kant geeft u wel aan en wijst u ook op het belang
van de onderlinge verhoudingen en de rol die de burgemeester ook heeft om de verbindingen te leggen tussen raad, college en ambtelijke organisatie. U heeft natuurlijk al een beetje aangegeven en u kunt uiteraard vertrouwen op de deskundigheid van deze commissaris, maar het is natuurlijk wel een bewuste keuze om dat niet te doen. Terwijl de burgemeester natuurlijk wel als zeg maar burgemeester die drie eenheid vertegenwoordigt, als verbinder tussen raad, organisatie en ook voorzitter van het college. Ja, ik denk dat ik het hier even bij laat, meneer de voorzitter, in de eerste termijn. Dank u wel voor de duidelijkheid in uw vraagstelling en waar u graag antwoord op zou willen hebben. Mag ik als eerste dan het woord geven aan de heer Meijer? En indien nodig zal meneer Meijer wel aangeven wie van de andere fractievoorzitters hem zal aanvullen. Het woord is aan meneer Meijer. Ja, dank u wel. Ja, ik had een aantal vragen verwacht, maar niet zo heel veel. Dus ik heb de gelukkige G4 even mee kunnen schrijven. Om op uw laatste vraag... Meneer Meijer kan ze wel herhalen als u dat wilt. Dat is heel aardig van u. Ik ga even bij uw laatste vraag beginnen. Waarom er geen adviseur van het college in de vertrouwenscommissie zit? Wij hebben ervoor gekozen om wel het profielschets aan het college te zenden, zowel ook aan de gemeentesecretaris. Maar wij willen graag deze procedure langs de lijnen van de raad laten lopen. En dat is een bewuste keuze van ons geweest. Ik begrijp wat u zegt, maar wij willen het graag op deze manier doen. Ik hoop dat dat voldoende antwoord voor u is. Dan was uw eerste vraag, die kan me ook nog herinneren. Hoe moet de burgemeester dicht bij de bewoners staan? En hoe doen wij dat als raad? Nou, ik denk dat wij als raad goede contacten onderhouden met dorps- en wijkraden in de 31 wijken en kernen die we hebben. Dat zijn ook onze nieren, zeg maar, die daar zitten. Die mensen benaderen ons ook veel. En ik denk dat het heel erg goed is dat een nieuwe burgemeester zich ook inziet de complexiteit daarvan. Hè? Dus ik neem aan dat hij ook een rondje gaat maken langs die 31 kern. Ik begrijp ook wel dat hij daar niet dagelijks kan zijn. Maar wat wij bedoelen is dat een burgemeester is voor alle inwoners van alle kernen. En dat klinkt een beetje wollig, maar zo bedoelen we het wel. Dan vroeg u ook nog, op welke wijze geeft u de burgemeester ruimte? Ervaring hebben of ervaring opbouwen? Ja, dat is lastig. Je hebt natuurlijk ervaren burgemeesters die een hele karrevracht en ervaring hebben, die je weinig hoeft te vertellen. Wat voor ons belangrijk is, is dat we ook we hebben een nieuw team in als college. En wij willen wel graag iemand hebben die ook goed met hun kan vinden. Dus ik denk dat enige ervaring wel op zijn plaats is bij de nieuwe burgemeester. Even kijken, wat had u nog meer voor vragen? Positie van de raad is versterkt. Wat verwacht u van de burgemeester? En dan staat er iets, dat kan ik niet lezen. De G4 heeft iets heel best handig is. Af. Nou, misschien meneer de voorzitter, als u mij toestaat. Want, maar dan is het wel gelijk een beetje de tweede termijn. Dat is misschien een noviteit, maar als u dat goed vindt, dan help ik meneer Meijer een beetje. Zeker. Ik heb die vraag ook gesteld, meneer Meijer, omdat verderop in de tekst benadrukt u wel een aantal keer dat de raad het hoogste orgaan is. Mm-hmm. En dat staat natuurlijk niet ter discussie, maar als het gaat over de taakstelling van de burgemeester, dan heeft hij ook zijn eigen wettelijke verantwoordelijkheden. En daar bent u weliswaar voor de gemeente het hoogste orgaan. Maar daar bent u hopelijk voor die burgemeester op zijn eigen taken, ondersteunt u hem daarin en geeft u hem ook het vertrouwen dat hij dat op een goede manier kan vervullen. Dat zit vooral aan die veiligheidskant, die openbare orde en veiligheid, maar ook op het gebied van integriteit. En dan moet er natuurlijk, daar kunt u eigenlijk hier niet die burgemeester ter verantwoording roepen, maar dan moet u hem eigenlijk wel de steun geven dat hij daar waar nodig, en u gaf zelf aan in de gemeente Haarlemmermeer geldt dat misschien wel des te meer. Daar kun je natuurlijk over reden twisten of dat zo is, want dat geldt denk ik in iedere gemeente. Maar het is wel belangrijk dat die toekomstige kandidaat voelt dat hij daarin de steun ook van uw raad krijgt om ten volle die rol te spelen. En dat is echt dat is niet een voorzittersrol van de raad, maar dat is echt het leiderschap nemen in dat soort zaken. Zeker, nee, die onvaarlijke steun die krijgt hij zeker. Daar kunt u van op aangaan. U vroeg ook iets over relevante ervaring of die dat zich eigen moet maken. Goed, daar heb ik net ook al iets over gezegd. Je hebt natuurlijk heel ervaren burgemeesters en relatief nieuwe burgemeester of iemand die nog nooit burgemeester geweest is.
Wat wij al aangaven, wij willen de beste burgemeester. Dat klinkt een beetje clichématig voor de Haarlemmermeer, maar dat willen we echt. En ik denk dat wij een gemeente zijn die een stevige persoonlijkheid zoeken. En ik denk dat ik daar alles wel mee heb gezegd. En uiteraard, u heeft ook zelf een oordeel over wie u eventueel ons wil opvoeren. Dus ja, ik vind het lastig. Ik denk dat gewoon, ja, je moet wel iemand met ervaring hebben, denk ik. En als mijn collega's daar anders over denken, dan mogen ze uiteraard ook daar nog wat over zeggen. Zal ik daarvoor uw vraag daarom met de heer Rip vragen u aan te vullen? Nou, in ieder geval aanvullend. Nee, ik hoor eigenlijk u zeggen, commissaris, zijn jullie op zoek naar het schaap met vijf poten? Nou, ik wil u wel even uitleggen hoe wij erin zitten. Als het gaat om burgemeester voor iedereen. Ja, we willen graag hier een burgemeester die omarmt dat we aan participatie doen. Die omarmt dat we gebiedsgericht werken. En die inderdaad veel op tournee is. En dat betekent ook dat je een netwerker moet zijn. En dus als dat een schaap met vijf poten is, ja, dan hopen we wel dat die te vinden is. En volgens mij gaat het prima lukken. Dus dat is aanvullend op wat u zegt van voor iedere inwoner en de fusie van twee gemeentes. Daar hoorde ik u, dacht ik, iets over zeggen. Meneer Meijer, er staan nog vragen open wat mij betreft met betrekking tot de vraag van de commissaris over de bestuurscultuur. Waar een vraag over gesteld is en het veiligheidsdomein. Misschien dat u op de beide vragen van de commissaris kunt ingaan. Zeker. Nou ja, kijk, wat het veiligheidsdomein betreft, de commissaris gaf het zelf ook al aan. Kijk, wij lopen natuurlijk wel een bepaald risico met Schiphol onder onze gelederen. En natuurlijk realiseren we ons dat we maar één grote luchthaven hebben in Nederland. Dus we kunnen gek scheren. Niet gaan vragen dat een nieuwe burgemeester ervaring moet hebben met Schiphol. Dat zou een beetje gek zijn. Maar er zijn natuurlijk genoeg andere calamiteiten waar burgemeesters ook mee te maken kunnen krijgen. En ja, ik denk dat hij daar zeker wel een rol van ervaring zou moeten hebben. En wat was de eerste vraag, meneer de voorzitter, want die ben ik alweer vergeten. Dat is de vraag over de bestuurscultuur. En de specifieke rol voor de burgemeester, bijvoorbeeld de actieve rol of op een andere zins. Nou ja, ik denk dat hij daarin een hele actieve rol moet gaan spelen. Ik heb al eerder aangegeven, hij komt met een nieuw college in aanvaring, hij komt met een nieuwe raad in aanvaring. Dat zijn allemaal nieuwe dingen. Dat is aanvaring. Ja. Ja. Ik denk dat we... Aanraking bedoel ik, hè? Ja, ja. Ja, dat is de kleine woord spreek ik mij net. Sorry. Okay. Misschien, meneer Meijer, mag ik het nog even een klein beetje toelichten? Kijk, aan de ene kant zegt u, wij zijn trots op het ja, het kan. Aan de andere kant ziet u daar ook de valkuilen van. Mm-hmm. En vervolgens plaatst u daar een burgemeester in en die moet daar dan zijn weg in vinden. Dat betekent dus dat u, vervolgens zegt u ook dat de raad meer in positie is gekomen. Als ik die zaken optel, dan lijkt het een optelsom van ervaring uit het verleden waarvan u zegt van dat willen we naar de toekomst niet. Dan is het wel helder voor de nieuwe kandidaat om te weten wat dan die cultuur is, waar u hem in wil hebben en tot waar u vindt dat het ja, het kan wel kan. He, dus waar een zekere vrijheid is om dat ondernemerschap of het ondernemend besturen een ruimte te geven. Maar waar u ook van zegt van we hebben er ook van geleerd, want we zijn weer in een, die vraag had ik eigenlijk ook nog gesteld, van we zijn weer in een nieuwe positie terechtgekomen als gemeenteraad. Dan is het wel fijn om helder te maken wat dat precies is. Want dan weet die burgemeester ook waar hij aan toe is. Hè, en dat hij vanuit die hoedanigheid met u aan de slag kan. Ja, ik begrijp uw vraag. En ik zal niet te veel ingaan op het verleden. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat de cultuur binnenshuis wel is veranderd. En ik denk ook zeker dat we een nieuwe burgemeester, de kans moeten geven om zijn eigen weg daar ook in te vinden. Het is ook niet de bedoeling dat wij op zijn kamer gaan zitten en luisteren op alles wat hij doet of wat hij zegt. Alleen hij moet zich wel realiseren dat wij met een bepaald verleden te maken hebben waar we niet echt gelukkig in zijn geworden. En een nieuwe burgemeester, die ik denk dat hij daar prima mee om kan gaan. En ik, nogmaals, wij gaan hem echt niet onder zijn bureau zitten kijken wat hij allemaal doet. Maar als er dingen zijn die niet kunnen, dan zou hij zeker ter verantwoording worden geroepen. De heer Komen zal nog aanvullen op datgene. Ja, als dat mag ook van de heer Meijer. Want u vraagt eigenlijk, wordt daar een passieve of een meer actieve rol verwacht? En volgens mij kunnen we refereren aan wat er al zelf in de profiel staat.
dat de raad in positie moet worden gebracht en ook worden gehouden. En dat we daar een actieve rol verwachten van de burgemeester, de aanstaande burgemeester. Bijvoorbeeld, maar dan noem ik bijvoorbeeld het eigen idee. In de beantwoording van schriftelijke vragen aan de raad. Dat de burgemeester daar een bewakingrol heeft. Dat daar de juiste informatie en de volledige informatie wordt verstrekt. Dat is een voorbeeldje wat ik zou kunnen geven. Waarbij een actieve rol verwacht wordt. Dan wellicht nog een aanvulling van mevrouw Van Straten. En daarna mevrouw Balieu. Mevrouw Van Straten. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk ook dat we deze opmerking vooral moeten zien in een proces wat nog steeds gaande is. En wat ook steeds gaande zal blijven. Dus we hebben daar niet als raad echt een heel uitgesproken, al vooropgezet idee bij. Maar het hoort ook een beetje bij de open en transparante bestuurscultuur die werd geschetst. Dat wij graag willen dat we elkaar daar scherp in houden. En dat is denk ik hoe het gezien moet worden. Dus het is niet zo dat wij daar al een heel vast omlijnd idee bij hebben. Maar dat is gewoon een proces waar de toekomstige burgemeester ook zeker voor open moet staan en toegankelijk voor moet zijn. Dan nog een aanvulling van mevrouw Balieu wellicht. Ja, dank u wel. Ik wil me inderdaad aansluiten bij de voorgaande fractievoorzitters. Wat heel belangrijk is, is dat de burgemeester ook echt een politieke procesbewaker moet zijn. We hebben hier een hele dynamische gemeente. Dat betekent ook dat wethouders ook een heel uitgebreid takenpakket hebben. Dat we van oudsher ook veel toevertrouwen aan het college. Maar het is ook ontzettend belangrijk dat er bij de nieuwe burgemeester, die zowel voorzitter is van het college als ook van de raad, een goede politieke sensitiviteit is voor hoe ga je nou met al die gremia om. En dat is eigenlijk wat wij gewoon zoeken. Omdat wij erin geloven, en ik denk dat ik dat namens ons allemaal spreek, dat een goede bestuurscultuur ook welvaart bij een raad die heel goed in positie is. En daar vragen wij heel nadrukkelijk ook aandacht voor. En dan tot slot geef ik het woord aan de heer Meijer. Ja, dank u voorzitter. Ik word terecht gewezen. We hebben het heel tijd over een hij, maar het kan natuurlijk uiteraard ook een zij zijn. Hè? Laat dat duidelijk zijn. Het woord is aan de commissaris. Er is nog één puntje wat ik ook nog even met u zou willen bespreken. Dat is dat het grootstedelijk karakter en krachtenveld en de internationale dimensie. U vraagt bijzondere kwaliteiten aan de burgemeester. Maar het zou heel fijn zijn om die even nader te benoemen. Want als straks de brieven binnenstromen, en dat hoop ik van ganse harte, dan is het wel fijn om in de eerste selectie te kunnen kijken wat dan die kwaliteiten moeten zijn en waar iemand dan zou moeten voldoen. Dus ik denk dat die vraag nog open staat, meneer de voorzitter. De vraag is aan de raad, dus mag ik het woord in eerste instantie aan meneer Meijer geven en wellicht aan de andere vragen toe te voegen. Nou ja, ik denk dat meneer Rip wil aanvullen. Ja, meneer Rip mag zo aanvullen. Ik denk dat dat heel duidelijk is als je kijkt wat Haarlemmermeer biedt. Dat zijn natuurlijk heel veel buitenlandse ondernemingen die hier vestigen. We hebben natuurlijk Schiphol als bakermat in onze gemeente. En ik denk dat er ook steeds meer handel komt ook met het buitenland. Dus ik wil niet zeggen dat onze nieuwe burgemeester steeds naar het buitenland moet. Maar ik denk wel dat het handig is dat hij zich goed realiseert dat we wel die betrekking hebben. Ik heb al eerder aangegeven, we liggen bijna bij ieder ministerie op tafel met alle beleidsterreinen die wij natuurlijk hebben in deze gemeente. En ik denk dat dat juist heel belangrijk is, dat hij zich dat goed realiseert. En dat we inderdaad iemand zoeken die daar wel makkelijk zijn weg in kan en weet vinden. Dat geldt ook voor de MRA. Dat is ook iets waar die veel mee te maken heeft. En veiligheidsregio, nou noem maar op. Dus het is eigenlijk een totaalpakket. De commissaris. Meneer Rip ging aanvullen. Ja. Als ik het dan goed uitleg, meneer Meijer, niet om flauw te doen, maar hij hoeft geen Chinees te kennen, maar wel zijn talen, begrijp ik. Want u kunt er een beetje om lachen, maar als iemand natuurlijk zijn taal niet beheerst, maar u vindt dat wel belangrijk, dan is dat wel een belangrijk element. Het zal niet de laatste keer zijn dat iemand natuurlijk met steenkool en Engels, zeg maar, uw gasten daar moet ontvangen. Dat lijkt niet helemaal verstandig. Maar wat ik u ook hoor zeggen is dat u het belangrijk vindt dat er ook een goed netwerk is. En u noemde het MRA Den Haag. En dat zijn denk ik ook specifieke kwaliteiten die iemand heeft of niet heeft en kunnen bepalend zijn of iemand wel of niet solliciteert. Dank u wel. Nou ja, meneer Rip misschien? Nee, voor ik het toe. Even kort. Nou ja, China is natuurlijk wel een upcoming market, dus het zal handig zijn als hij Chinees sprak. Maar
We zullen hem of zij dat niet euvel duiden als hij dat niet doet. Maar ik begrijp wat u zegt. En het zal inderdaad wel handig zijn als hij in ieder geval wel in Engels zich verstaanbaar kan maken. Meneer Rip. Meneer Rip. Nou, misschien het stenkel Engels van Louis van Gaal is voor ons denk ik al goed. Nee, maar ik wil even aanvullen. Kijk, we hebben hier in de regio complexe samenwerkingsvormen. Ja, dan hebben wij natuurlijk in deze regio wel behoefte aan een goede netwerker en een krachtige bestuurder. Er zijn vele vormen van samenwerking, die zijn ook nodig. Dat is niet zo, we kunnen elkaar niet zonder elkaar, dus ik denk dat u in die hoek wel wat moet verwachten. Ik wilde wel nog iets aanvullen als het gaat om veiligheid en over Schiphol. Ik hoor u zeggen, ja, calamiteiten. Ik hoop niet dat we een ervaren burgemeester hier krijgen op basis van kwaliteiten, want dan is er denk ik in Nederland wel wat mis als je een burgemeester hebt die ongeveer 25 calamiteiten tot een goed einde heeft gebracht. Dus ik hoop wel dat hij moet natuurlijk wel een calamiteit kunnen leiden, maar ik denk dat elke burgemeester inmiddels duidelijk is dat hij dat moet kunnen. Meneer de commissaris, zijn de antwoorden... Oh, ja. Dat ga ik naar de linkervlak. Mevrouw Balieu als eerste en daarna geef ik het woord aan de heer Komen. Dank u wel, voorzitter. Wat in onze gemeente heel uitdagend is, is dat wij natuurlijk heel erg veel gaan bouwen. Er is heel veel bedrijvigheid hier in onze gemeente. Er zijn heel veel andere overheden die hier eigenlijk ook iets willen of vinden van wat hier gebeurt. Ondertussen wonen hier natuurlijk ook 153.000 mensen in die 31 kernen die ook allemaal weer uniek zijn. En het betekent ook dat een burgemeester ook gevoel zal moeten hebben van eigenlijk al die belangen die er zijn. En dus ook goed moet kunnen schaken op al die schaakborden. Misschien moet hij wel acht poten hebben als schaap. Maar het gaat over, we gaan eigenlijk, dat zeg ik wel eens, onze polder afmaken zo'n beetje, denk ik. Hè. De ruimte is bijna op. En dat betekent echt een heleboel voor de aansturing van de processen die de komende jaren hier gaan plaatsvinden met de lokale belangen en de grote tot en met internationale belangen die hier ook spelen. Dank u wel, mevrouw Balieu. Dan geef ik het woord aan de heer Komen. Dank u, voorzitter. Ik zou één ding willen verduidelijken. Behalve dat de burgemeester natuurlijk boven de partijenstaat onafhankelijk is, gaat het over dat netwerk. En dan hoorde ik ook mijn collega's zeggen, en dat wil ik vooral benadrukken, we zoeken een netwerker. Dus iemand die zich snel kan bewegen in het netwerk is voor onze gemeente heel erg belangrijk. Dat wil niet zeggen dat hij per se een heel netwerk hoeft mee te brengen. Dat zou natuurlijk een voorselectie zijn. Maar we zoeken wel iemand die daar snel en goed in kan bewegen en voor de belangen van Haarlemmermeer kan opkomen. Zowel regionaal als landelijk, als lokaal. En dat is nou juist goed om daarin te kunnen schakelen. Hè? Van de kleine dorpskernen tot de grote landelijke netwerken. Dus nadruk ligt op een netwerkkeur. Dank u wel, meneer Komen. Geef ik het woord terug aan de heer Meijer. Ja, ik denk dat het toch nog wel handig is om dat te benadrukken. Onze commissaris weet dat zelf ook wel. Je moet natuurlijk goed kunnen levelen tussen wat hier gebeurt. En dan geef ik even een concreet voorbeeld en dan noem ik Schiphol. Er zijn heel veel voorstanders van Schiphol, maar er zijn ook heel veel tegenstanders van Schiphol. En dat is best heel erg lastig als je gevraagd wordt over je mening over Schiphol. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat een burgemeester ook weet hoe hij daar met zo'n complexe zaak omgaat. Geef ik het woord aan de commissaris. Nou, ik ben zeker met de laatste aanvulling heel erg blij, want dat betekent dat met werkkeur zegt u dat ook iemand die zich snel de ervaringen kan eigen maken en heeft laten zien, wellicht in andere banen, dat hij dat ook kan. Wellicht ook wordt uitgedaagd om te solliciteren. En ik begrijp ook heel goed wat de heer Meijer zegt in dat spanningsveld en die belangenverstrengeling waar je als gemeente in terecht kunt komen, is Haarlemmermeer natuurlijk wat dat betreft een grote gemeente, maar ook een gemeente met heel veel belangen en heel veel samenwerkingsverband. Nou, ik dank de raad, meneer de voorzitter, voor de verduidelijking. Ik denk dat samen met de profielschets die u wellicht in deze vorm gaat vaststellen, want je weet maar nooit of er nog een amendement door u wordt ingediend op de tekst. Dat kan natuurlijk altijd, maar gecombineerd met wat we hier besproken hebben, geeft denk ik ook aan de potentiële kandidaten een heel goed zicht en inzicht in hoe u als raad naar de positie van de burgemeester kijkt in die drieslag van voorzitter van uw raad, voorzitter van het college, maar ook in relatie tot de verbinding die hij heeft met de gemeentesecretaris en de organisatie. En ik denk dat ik u en eigenlijk ons moet ik eigenlijk zeggen, want het is voor ons denk ik een gezamenlijk project om te zorgen dat we in juli 2019 hier een nieuwe burgemeester kunnen verwelkomen. Dank u wel. Dank u wel, meneer de commissaris, de heer Van Dijk. Dan gaan wij over tot het stemmen.
Meneer Rip. Voorzitter, krijg ik ook gelegenheid om een vraag te stellen aan de commissaris? U heeft het woord. Het stellen van de vraag. Ja, ik hoor u zeggen in uw inleiding ook de woorden integriteit, dat u het heel belangrijk vindt. Hoe kijkt u eigenlijk tegen uw eigen positie aan als het gaat om belangenverstrengeling? Want wij weten allemaal dat u woonachtig bent in de Haarlemmermeer. En u dus ook wel heel dicht in het proces zit. Ik ben wel benieuwd hoe u daar zelf naar kijkt. En dan wil ik graag een antwoord hebben. Het woord is aan de commissaris. Ja, kijk meneer Rip, het makkelijkste antwoord wat ik u kan geven is dat ik volgens de wet verplicht ben om in de provincie te wonen waar ik ook werk. En daarmee heb ik ook het antwoord gegeven dat de kans dus aanwezig is dat een commissaris ook een proces begeleidt van de gemeente waarin hij zelf woont. En dat vindt hier nu plaats. In die zin kunt u niet anders van mij verwachten dan dat ik dit proces op dezelfde manier zal doorlopen. En dat betekent dat, maar daar kan de vertrouwenscommissie zichzelf straks ook van overtuigen. Want op het moment dat wij u de selectie komt halen, zult u zien dat deze commissaris een selectie zal hebben gemaakt van de kandidaten die benoembaar zijn. En de kandidaten die niet benoembaar zijn. En dat is bij wet geregeld en daar zal ik me keurig aan houden. Dank u wel, de commissaris van de Koning. Ik zie nog een laatste wijf, maar dat is niet bedoeld als vriendelijkheid naar mij, maar u wilt even het woord. Meneer Komen heeft het woord. Het is ook bedoeld vriendelijk naar u, voorzitter. Ik hoorde de commissaris zeggen dat in het kader van de vertrouwelijkheid het niet verstandig is om kandidaten te googlen. En toen dacht ik even, wat bedoelt u precies? Van onze computer wordt gemonitord of wat? Ik werd daar lichtelijk ongerust van, dat ik dacht van wie kijkt er met mij mee als ik iemand google? Bent u dat of wie bedoelt u? Het woord is aan de reacties aan de commissaris. Heeft u de laatste tijd wel eens iets besteld op internet? Dat wil wel eens gebeuren, uiteraard. Dat doen mijn dochters ook. En sinds die tijd krijg ik heel veel ongevraagde e-mails en allerlei spam over. Omdat het algoritme volgt wat je doet. En het is dus na vanavond bekend welke leden van u in de vertrouwenscommissie zitten. En als je dat zou willen, ik doe dat overigens niet. Wat wij wel doen, wij monitoren wel de vertrouwelijkheid van deze hele procedure. Maar dan zou het dus mogelijk kunnen zijn om middels algoritmes en zoekgedrag van commissieleden, als ze dat zouden doen, even kijken wie het is, wat hij gedaan heeft, of hij of zij, moet ik natuurlijk zeggen. En daarom waarschuwen wij daarvoor dat die vertrouwelijkheid niet alleen stopt bij het niet praten met je eigen fractieleden, niet praten in de kroeg of waar dan ook over de procedure waar je betrokken bent, maar dus ook niet actief via internet toch nog even kijken wie iemand is en wat hij gedaan heeft. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is, dat u dat in de gaten houdt. Het woord is aan de heer Meijer. Ja, meneer Van Dijk, zouden we dan misschien uw computer mogen gebruiken als we dan op provincie juist zijn? De commissaris. U kunt altijd langskomen, meneer Meijer. Maar ik weet niet of mijn computer zo veilig is dat hij dat ook. Ik ga het in ieder geval niet doen, zoek op die naam. Dank u wel. Dan gaan wij over met het afronden van dit onderwerp. Door middel van het vaststellen van de profielschets, het vaststellen van de verordening en het benoemen van de leden van de vertrouwenscommissie. En we zullen dat doen in aanwezigheid van de commissaris van de Koning Noord-Holland, de heer Van Dijk. Dan de profielschets voor de burgemeester van de Haarlemmermeer. Wie heeft nog een stemverklaring? Wie is tegen? De stemmen tegen. Dan mag ik aannemen en constateren dat het unaniem is aangenomen. De profielschets is vastgesteld. Dan gaan we naar het vaststellen van de verordening op de vertrouwenscommissie. Wie heeft een stemverklaring? Wie is tegen? Dan is het vastgesteld in unanimiteit. Dan gaan we over tot het benoemen van de vertrouwenscommissie. Daarvoor worden de stembriefjes uitgedeeld. We hebben een stemcommissie. En de stemcommissie bestaat uit mevrouw Vink, mevrouw Kerkhof en de heer Jansen.
De stembriefjes zijn uitgedeeld. De bodes gaan nu de stembriefjes ophalen. Er is nog geen schorsing van deze vergadering. We zijn nog niet geschorst in de nee. Nog niet alle stembriefjes zijn verzameld. Uw voorzitter heeft er nog. De stembriefjes zijn verzameld. De commissie kan haar werk doen. Ik schors de vergadering.